Goedemorgen. Heb je een kaartje? Ja. Jij bent net al gescand, toch? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gier Gasten. Ik ben Martijn. En ik ben Niels. En voordat wij beginnen zou ik alvast mijn excuses willen aanbieden aan alle festivals in Nederland. Ja. Excuses. Deze video, die gaan jullie absoluut niet leuk vinden. We hebben natuurlijk al heel veel gratis festivals in ons leven gepakt. Ja. Maar we dachten, laten we nu een keer een trucje bedenken waar echt elke kijker wat aan heeft. Ja. Zo kunnen uitvoeren. Dat iedereen gratis festival kan binnenkomen. Ja. Dus we dachten, wat nou als je hetzelfde kaartje twee keer uitprint en tegelijkertijd met twee personen laat scannen. Ja. Heeft het systeem dan genoeg tijd om te verwerken? Oh nee, ze zijn tegelijk gescand. Want onze theorie is, er zit sowieso iets van een lag in. Je kan niet zo zijn dat twee van die mobiele apparaatjes precies op hetzelfde moment dat kunnen verwerken. Dus er zal waarschijnlijk iets van een vertraging in zitten. Hoe lang dat is, dat gaan we onderzoeken. Maar, nogmaals, excuses aan alle festivals van Nederland. Sorry. Martijn, jij hebt geprint. Ik heb het geprint. Ik heb twee identieke kaartjes voor jullie mensen die denken het is weer fake. Identiek. Bestelnummer. Bestelnummer. En die gekke QR-codes. Ja, lees die even voor, die QR-code voor de kijker. Die is voor jou. Dankjewel. Het idee is dus om op precies hetzelfde moment deze te laten scannen. Als dit werkt, dan eet jij op je Instagram je schoen op, toch? Ja, klopt. Dat ga ik dan echt doen. Voor de lol. Hey, nee, leuk. Martijn, hebben wij de allerziekste lifehack van de eeuw gevonden? Wat mij betreft wel. Wat vinden jullie? Laat het even weten in de comments. Nou ja, misschien heb je het al een klein beetje gezien in de video. Wij dachten op dat moment dat het gelukt was. Maar als we het een beetje goed terugkijken, was het zo chaotisch. Komt in één keer een meisje die herkende ons, begin gasten. Die leidde het meisje af die ons aan het scannen was. Dus we kunnen niet met zekerheid zeggen of het nou echt gelukt is met de truc. Dus dat betekent dat we het nog een keer moeten doen. Weer een festival pakken. Shit. Hallo jongen. Ja, dat gaan we. Ik vind het spannend, man. Ik ook. Ja, ik vond het wel. Heel iemand die gaat ervan genijd worden. Heel iemand wordt van kut. Kijk eens, dus wat je doet, ik laat ook gelijk eventjes aan jou zien. Je hebt gewoon dit appje nu, je scant hem en dan wordt het goed. Ja? Enjoy. Ja, deze. Oké. Sorry, heb je een kaartje? Ja. Jij bent net al gescand, toch? Hij is net al gescand, ja. Ja, top. Tot, veel plezier. Toen ging dat. Ja, dit... Dit bedenk je niet, nee. Ze had het nog nooit gedaan. En toen kreeg ze uitleg. Ja, ze zat echt 2 minuten tussen voordat het uiteindelijk werd gescand. Maar uiteindelijk wel binnengekomen. We zijn best wel weer grappig. We zijn toch binnen. Niet hoe we willen. Nee, het is niet hoe we willen. Dus, dit is al poging 2. Dit is poging 2. Nou, nu we er toch zijn... Dan maar een biertje. Nou, je hebt het gezien. Het is een soort van gelukte truc. Niels en Thijs zijn binnengekomen. Maar niet zoals we bedoelden. Wij wilden namelijk dat het tegelijk gescand werd. En dit is gewoon een goed lulverhaal waarmee ze binnen zijn gekomen. Dus, ik introduceer Fouad. Hoi. Ja, dat is onze cameraman. En ik heb hier weer 2 tickets. 2 keer dezelfde. Wij moeten gaan zorgen dat ze precies tegelijkertijd gescand worden. Want als dat gebeurt, kom je dus echt gratis binnen. Klaar voor? Let's go. Laten we een spelletje van maken. Van 3, 2, 1. Ja. Laten we dat doen. Nou jongens. Tegelijkertijd. Gaat dat lukken? Tegelijk. 3, 2, 1. Ja, dank. Top. Dankjewel. Huh? Shit, het werkt. Maar hoor je ze allebei piepen? Ja, tegelijkertijd. Hoor je ze allebei piepen? Je hoort ze allebei piepen. Hou je bek. Ja, vriend. Hou je bek. Weet je wat ze deden? Weet je wat ze deden? Hou je bek. We zeiden gewoon, hé, laten we een spel van maken. In 3. In 2. Ja, tegelijkertijd. Deze truc werkt gewoon. Jongens, jullie begrijpen dat we nu een soort van heel festival Nederland hebben uitgespeeld. Dit is een zieke hack. Geld kost het systeem is lek. Ja. Sorry. Oeps. In plaats van dat we nog 3 festivals zouden moeten pakken, dacht Niels,
laten we het festival in huis halen. Ik wilde het gewoon helemaal zelf doen. Dus daarom doen we hier nu de proef op de som. Ik heb een eigen festival opgericht. 100 kaarten ter beschikking gesteld. En ik heb net een eigen kaartje gekocht. Ja, het is precies twee keer dezelfde code. Het fijne van deze systemen is tegenwoordig dat je niet meer van die scanapparaten nodig hebt. Nee, dat zit allemaal in je telefoon. Dus ja, jij hebt ook een app gedownload als het ja, goed is. Ja, dat klopt. Het ziet er dan zo uit. Ja. En zodra je de QR-code in beeld krijgt, dan ben je dus ingecheckt. Nou, gaan we het gewoon even doen. Gewoon proberen. 3, 2, 1. Plup. Allebei ingecheckt. Maar hoeveel tijd heb je nou eigenlijk? Maximaal. Kunnen we dat ook testen? Dat kunnen we testen. Oké, jij gaat het inchecken bevestigen, ik niet, waardoor die voor mij op een gegeven moment op rood springt. Ja. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5 seconden. Een krappe 5 seconden heb je de tijd. Maar dat is meer dan ik had gedacht. Ja, maar goed, dat betekent dus wel dat het absoluut lek is in het systeem van bijna alle festivals in Nederland, Europa en in de wereld. Je zou eigenlijk gewoon met 10 man op 1 kaartje binnen kunnen komen. Ja. In 5 seconden. Ik wens jullie allemaal een hele fijne zomer. Geniet van alle festivals die denk je gaat dat pakken. Wij er niet meer in komen. Nee, nooit meer. Wij staan helemaal geblacklist. Dat was in ieder geval voor deze week. Laat even weten wat je van deze absolute life hack vindt. Ja, en laat ook even weten naar welk festival je gaat om dit uit te proberen. Ja. En volgende week zijn we er gewoon weer bij met een nieuwe aflevering. Abonneren en like. Later! Later!